Onze achtertuinen zijn de leefwereld van talloze vogels en kleine zoogdieren. Ze komen wel eens in de knel. En dan kunnen ze terecht bij Thijs. Hij is echt heel goed aangesterkt en aangekomen. Marieke. We hebben een heel bijzonder dier eigenlijk binnengekregen. En Noekie. Hi, ben je daar weer? De professionals van de wildopvang Avolare in Doorwerth. Jij doet zo erbij, zit dan nog even... Ja, en die krijgt novocamisil, trim en infuus. Infuus, ja. Infuus in de lies. Ja. En dan van schuin onder ingespoten? Ja, dus zoals je onderhuids infuus geeft, maar dan wat even belangrijk is dat je van het lijf afgaat. Dus als hij gaat bewegen, dat je dan niet naar zijn buik toe aan het steken bent, maar hij moet langs je buik, zeg maar, komen. Zo. Deze krijgt antibiotica en ook ontstekingsremmer. En infuus, in het geval dat het een intoxicatie is, dan is dat heel mooi, want dan kunnen we het wat doorspoelen. En dan lost hij het hopelijk zelf aardig op. Dan spoelen de nieren ook het lood of zink, wat het ook is, weg. Dus we ontsmetten het eerst even en dan krijgt hij de injectie. En we hebben nu het infuus over beide kanten verdeeld, omdat het anders wel heel veel is voor één lies. Overal zijn mensen aan het werk en ondertussen is Marieke een wel heel mysterieus dier aan het verzorgen. En dan mag je hier je zoekplaatje doen. We hebben een heel bijzonder dier eigenlijk binnengekregen. En dat is de nachtzwaluw. Die was helemaal uitgeput en ja, met... Gelukkig goede zorg is hij er weer een beetje bovenop gekomen. Dus hij zit nu in een van de laatste fases voordat hij weer vrij mag. Het is een trekvogel, dus hij moet zo meteen weer helemaal naar Afrika vliegen. Wat maakt dat dier zo uniek? En de nachtzwaluw, ja, zoals de naam zou vermoeden, zou je denken dat het dus een zwaluw is. Maar het is helemaal geen zwaluw. De nachtzwaluwen vallen echt onder een aparte familie. Ja, ze hebben dus wel een beetje die bouw en ook de bek zoals van een gierzwaluw die heel ver open kan. Maar voor de rest is die echt helemaal anders. En je kunt hem ook bijna niet zien op de tak, want hij is echt helemaal verscholen. Helemaal beschut qua kleuren. En hij, ja, zo zit hij eigenlijk in de natuur ook. Dus dan zit hij gewoon stil op een tak. En ze broeden op de grond, tussen het zand, tussen bij de struikjes. Dus je ziet hem eigenlijk bijna nooit. Dus ja, wij vinden het heel bijzonder dat we hem nu binnen hebben gekregen. Die borstel die hij heeft, die snorren, die gebruikt hij eigenlijk als extra sensor. Dus op het moment dat hij achter nachtvlinders aangaat, en mocht hij het insect nou net niet te pakken krijgen, kan hij met die borstels eigenlijk, heeft hij een iets groter bereik om alsnog het insect te pakken te krijgen. Met alle wilde dieren met scherpe snavels, grote klauwen en kwetsbare babyvogels, is het noodzakelijk dat iedereen weet hoe je de dieren hanteert. Dus dit is een tekening die ik dan gemaakt heb. Die beschrijft hoe je de roofvogel veilig kan vasthouden. Dus je kan natuurlijk ook filmpjes maken. Dan moet je dat tijdens het onderzoek doen, want je wil zo'n dier er niet extra voor storen. En dat is vaak toch minder duidelijk. Je kan nu precies zien waar je wel iets moet vasthouden, terwijl er normaal een heleboel sfeer overheen zit.
hier voor zangvogels. Zangvogels zijn natuurlijk super fragiel. Dus als je te hard knijpt, dan zijn ze dood. Dan maak je of iets kapot of stress zich helemaal kapot. Dus je houdt je hand als een soort kooitje. En dan kan je ook zo'n vleugel eruit pakken. Thijs en Gustaaf maken een rondje om te kijken wat er verbeterd kan worden aan de buitenverblijven. Vorige week hebben we iemand op bezoek gehad die gaat kijken over schermen die we kunnen gaan plaatsen. Want in het najaar worden die planten allemaal weer wat minder en dan is het weer heel open. Dus we gaan hier rondom schermen plaatsen. Dat en aan de andere kant. Ja, precies. En dan zit ze ook wat meer uit de wind en uit de regen. Dus dan is dat wat dichter. Dan gaan we ook natuurlijker aankleden verder. Dus er komen wat plantenbakken in. We gaan kijken of we wat riet kunnen toepassen. En dan en iets met die bodem. Want dat beton hebben we nu dus gezien dat dat eigenlijk minder slecht werkt dan ik had verwacht. Maar het is niet goed genoeg. Nou ja, we weten gewoon dat dat niet ideaal is. Maar ja, het is even kijken van hoe zit dat met de vervuiling en hoe gaat het nou echt met die pootjes. En dan ook iets op het dak? Ja. Of blijft dat open? Ja, dat geldt ook voor deze. Omdat het nu echt gewoon veel te open is. Dus deze wordt ook voor een deel dichtgezet. En dan gaan we aan de buitenkant één grote insectenhotel van maken. Dus die wordt helemaal dicht. Ja. We zijn nu aan het onderzoeken of we daar venstertjes met eenrichtingsglas in kunnen maken. Dat wij wel kunnen kijken en zij ons niet zien. Kan iedereen leuk turen naar de roofvogels, maar zij zien ons niet. De wespendief is nog in het grootste buitenverblijf, de roofvogelvlucht, die Thijs zelf ontwikkeld heeft. Hoe is het eigenlijk met de wespendief? Nou, hij vliegt in ieder geval een heel stuk sneller dan eerder. Ja. Hij is een stuk meer bereid om op te vliegen. Ja, en nu doet hij dus wat hij recent ontdekt heeft. Nadeel is nu dat hij dit dus ook doet als we hem proberen te trainen. De volgende stap wordt dat we iets met een soort touw door die planken laten komen. En dat we daar dan een stukje prooi aan maken. En dat we die uit het zicht van de vogel gaan verplaatsen. En dan gaan we op de camera's kijken of die toeslaat of niet. Want hij gaat nu gewoon zitten wachten tot wij weg zijn. Dus het trainen van zijn conditie heeft op deze manier niet zoveel zin meer. Je ziet hem ook als hij er bijna is, dat hij al omslaat en gaat klauwen, zeg maar. Mm. Dus hij heeft het heel goed begrepen. Oh. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel logisch dat hij elke keer hetzelfde rondje maakt. Even kijken, zijn... Nee, maar dat is dan zijn buitenoog, want zijn rechteroog is stuk. Ja, dus hij inderdaad de buitenkant houdt hij dan... Ja. Dus hij kiest ervoor om dit te zien en niet waar de bomen staan. Ja. Oh, dat is ook wel weer typisch. Dat zou ik andersom hebben gedaan, eigenlijk. Ja. Denk ik. Dat is nog gewoon zijn hoofd en slachtigheid. Dan kan je naar voren kijken. In de eerste aflevering van Wild van de Achtertuin maakten we kennis met een babykraai. Dit is een babykraai, ongeveer 30 dagen oud. Dus de hele kraaienfamilie is eigenlijk heel intelligent. En ze zijn sociaal. En die combinatie maakt het hele fascinerende vogels. Maar is ook gelijk hun zwakte, want dat maakt ze ook als huisdier heel populair. En dat is gelukkig hartstikke strafbaar. Je mag wilde dieren, dus ook kraaien, mag je niet in gevangenschap houden. Het zijn makkelijke patiëntjes qua verzorging. Alleen het risico is dus dat ze heel snel tam worden. En dat proberen we hier echt te voorkomen. Inmiddels is de kraai weer een paar weken ouder en zit in het buitenverblijf. Hier zitten de kraaien. Een van deze kraaien is degene die jullie eerder in de aflevering hebben gezien. Hij kwam als jong binnen en moest nog veel gevoerd worden. En hij zit nu tussen een heleboel leeftijdsgenootjes en iets ouderen. En zo kan hij weer een beetje leren om echt kraai te zijn. Zelf gaan zoeken naar zijn eten. We gaan af en toe nog eventjes naar binnen toe om te zorgen dat, mocht hij niet genoeg gegeten hebben, dat hij toch nog wat extra handgevoerd wordt. Maar hij doet het supergoed. Maar je kunt ze bijna niet meer onderling uit elkaar houden. Dus je ziet dat hij voornamelijk die andere achtervolgt. Dus als die gaat vliegen, vliegt hij mee. En als die omhoog gaat, gaat hij mee omhoog. Dus hij heeft nou echt een voorbeeldmaatje gevonden. Er is nog een patiëntje waar Noekie en Gustaaf naar gaan kijken. Hi, ben je daar weer? De eend die een vishaak had ingeslikt.
groot. Maar vasthouden? Heel graag. Stukje. Ja, laat maar los. Dit is het nog, wat er van over is. Heel klein. Ja, het is niet eens meer een wondje, maar de huid moet nog even helemaal herstellen. Dus dat is de buitenkant, die is dicht. Slokdarm hebben we natuurlijk geen zicht op, maar... Nou ja, 14 dagen geleden hebben we hem gehecht. Dus we gaan ervan uit dat dat nu vast zit. En ja, de vraag is nu of er eten doorheen past. Dus dat gaan we even... maar ik pas er sowieso niet doorheen. We gaan het even testen. Tot nu toe heeft ze papvoeding met de sonde gehad, omdat we bang waren dat ze ja, op de een of andere manier toch met te grote voeding zou beschadigen. Dus een hele dunne sonde gepakt en dan dit geblenderd en dan via de sonde steeds heel kleine beetjes ingegeven. Dus maar we gaan eens even testen of dat ze dit kan wegslikken. Kijk eens, wil je dit? Het is 2 weken later als Thijs ons uitnodigt om nog even mee te kijken in de roofvogelvlucht. Nou, wat we de laatste dagen, weken hebben gezien is dat hij echt nog steeds heel erg vooruit ging. We hebben nog wat testjes gedaan, gekeken hoe die qua bewegelijkheid en wendbaarheid is. Of die ook op bewegende prooien kan jagen. En dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. De tijd begon ook te dringen, want het is een trekvogel en die moet toch ergens komende weken aanstalten gaan maken om naar het zuiden te trekken. Dus het was nu of nooit en heel spannend. Omdat we een stuk met hem moesten lopen en in een grote transportbak gaat dat alleen maar rammelen en is dat heel onrustig. En als we hem dan in een handdoek wikkelen, dan blijft hij eigenlijk veel rustiger. Hij is heel goed op gewicht. Hij is echt heel goed aangesterkt en aangekomen. We zien dat die oogkas toch wel weer wat dieper is geworden. Waardoor we toch wel echt het vermoeden hebben dat dit niet vanaf jongs af aan zo geweest is. Maar dat dit wel door trauma komt. En dat is eigenlijk het slechtste scenario. Maar we zien toch dat hij ondanks de beperking zich eigenlijk heel goed heeft gered. In de foyer in ieder geval. En we hebben nog een aantal tests gedaan met voer. Om te kijken of hij daarop reageerde. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Dus we hebben er wel vertrouwen in dat dit goed komt. Nou, als het een havik was geweest met dit verhaal, dan was het echt niet goed gekomen. Die heeft een hele andere jachtmethode dan een wespendief dat heeft. De naam van de wespendief die verraadt het al. Het is een vogel die veel wespen eet. Eet ook kleine vogels en kleine zoogdieren, maar ook veel insecten, waaronder de wespen. En daar is zijn jachtmethode op aangepast. Dus hij vliegt niet met hoge snelheid achter een prooi aan, maar hij gaat vooral hoog in de bomen zitten en dan kijkt hij rond. Hij luistert ook waar de wespen vliegen. En die volgt hij naar het nest toe. Nou, hier hebben we een heel mooi nest in de grond gevonden. Dit gebied zit helemaal vol ermee, dus dit was ook een hele mooie plek om hem uit te zetten. Want hij hoeft eigenlijk alleen met zijn mond open rond te lopen hier. En dan heeft hij wel zijn buik vol, denk ik.